Hallo allemaal, welkom bij het journaal van vrijdag 25 oktober. Ik ben jullie presentator Alice C. We gaan het vandaag hebben over Martin Lop. Martin Lop is arm geboren en kreeg op het land nooit de kans om rijk te worden. Maar toen hij bij de VOC ging en de zee opging, kreeg hij wel de kans om rijk te worden. Binnen 5 reizen naar verschillende landen is hij op de hoogste rang gekomen waar je veel geld mee verdient. Je ziet hem hier en hij leert net de manieren van zijn ober. Dit is zijn eerste werkdag als kapitein. Als u meer interesse heeft, kunt u altijd naar het Scheepvaartmuseum gaan. Tot de volgende keer! Welkom bij het nieuws over Michiel de Ruiter. De Ruiter was een beroemde zeeheld van Nederland, omdat hij heel veel zeeslagen heeft gewonnen van de Engelsen en anderen. Ook nog eens was hij admiraal bij de VOC. Deze medaille heeft hij gekregen van de Franse koning, omdat hij de Engelsen heeft verjaagd. Dit kaapsvat heeft hij gewonnen van Algerijnse kapers toen ze probeerden aan te vallen. Nou, doei! Dag, dit is het journaal. We gaan vandaag iets vertellen over Amsterdam die explodeert. Dit is figuurlijk. Sorry. Amsterdam is heel druk. Dit komt door de grote haven. Daar zijn er veel pakhuizen aan het rand van het water, waar ze alle goederen moeten opslaan. Door die grote haven groeit de welvaart plus de bevolking snel. Daardoor wordt Amsterdam steeds groter. Ik ben Piet Flipsen. En ik ben Flip Pietje. Welkom bij het 8 uur journaal van 10 oktober 1600. We kennen sinds vandaag een nieuwe uitvinding in de Nederlandse geschiedenis, genaamd het fluitschip. Het fluitschip is een schip om graan van en naar Polen te vervoeren. En door het smalle dek hoeven we minder tol te betalen als we Denen mag passeren. Zo zijn we de Denen te slim af en hoeven we minder tol te betalen. Dit was het 8 uur journaal. Tot morgen. Welkom bij het journaal. Vandaag gaan we het hebben over Amimba. Amimba is een slavenmeisje dat werkte op een Surinaamse suikerplantages. Later moest ze zorgen voor een familie en kinderen. Deze familie nam haar mee op een boot. Ja, maar ze wist niet waar ze terecht komt. Een vrouw zei tegen een andere ontevreden gast dat Amimba niks waard zou zijn in de winter. Omdat ze een slaaf was. En slaven zouden ziek worden of doodgaan in de winter. Later kreeg ze ook weer te horen dat ze teruggingen naar Suriname om daar weer op de suikerplantage te werken. Maar vond ze dit wel zo fijn in die brandende zon en die hitte?